Ik sta hier bij de begraafplaats Eikhof 1, al waar wij straks een interview hebben met Aad Beentjes, de ex-medebeheerder van deze begraafplaats. Hey Aad! Hey Ingrid! Als ik zeg Aad Beentjes, wat zeg jij dan? Waar kennen ze me van? Begraafplaats Eikhof, brandweer, Heemskerk, misschien mijn groentekraampie op de Oosterweg. Ja, daar kunnen ze me ook van, ja. Ja. Hey, we staan nu bij Eikhof. Hoe lang heb je hier gewerkt? Want je bent nu met pensioen. 2001 begonnen. Moet ik even goed. Van de zomer 1 juni ben ik gestopt. Dus 22 jaar. En wat was jouw functie op de begraafplaats Heemskerk? Nou, medebeheerder. We hadden een beheerder op kantoor. En ik was hier eigenlijk de beheerder. Ja. Als je nou een uitvaart had, wat betekende jij voor de mensen? Ik denk gewoon het vertrouwde gezicht. Gewoon zorg uit hun handen nemen. Ik denk dat dat geeft ook heel veel energie. Hoeveel heuvels heeft Eikhof? 31. En hoeveel graven? Rond de 16, 1800. Daartussen zo'n beetje, denk ik. En hoeveel begrafenissen had je gemiddeld per jaar? Ja, tussen de 60 en de 80. En geestelijk, voor jezelf, was het een zware baan? Nou, het is soms best wel emotioneel. Je staat ook wel eens dat je denkt van, oeps, bijna met tranen in je ogen. Dit jaar met pensioen. Genieten van het pensioen. Ja, gaan we zeker doen. Ja. Paar kleinkinderen, hoeveel heb je er? Inmiddels 3. En wat doe je zo met je kleinkinderen? Fietsen, wandelen, genieten. Ja. En je hebt nog een hele mooie volkstuin? Ja, ook nog. Ja. Zullen we daar naartoe gaan? Nou, dat is prima. 22 jaar Eikhof, waar gaan we heen nu? Ingrid, we gaan nu even naar mijn volkstuin toe. Nou Aad, we zijn op de tuin. Wat is het hier leuk? Ja, nee, altijd een gezellig plekje hier. En de kachel brandt lekker. Dus, het is behoorlijk warm, ja. Het is een hobby, maar het is uitgegroeid als een hele serieuze hobby. Ja, het is best wel te serieus eigenlijk. Ja, het begint gewoon op werk te lijken. Ja. Op werk en net gepensioneerd, kleinkinderen. Ja. En die helpen ook mee in de tuin? Ja, zeker. Hoi Stijn. Hoi. Ben je open op de tuin? Ja. Ben je hard aan het werk met opa? Ja, vaak wel. Ik vind het ook altijd wel heel leuk en zo. Aad, een van je andere hobby's was brandweerman. Ja, nou hobby en ook wel een beetje werk eigenlijk. Ja, en ik verzamel hier allemaal dingen van de brandweer. Wat ik heel leuk vind. Mooie tijd gehad. En hoe lang heb je daar gezeten? 27 jaar bij de brandweer. Ja, ook als vrijwilliger? Ja, als vrijwilliger. Wat maakt Aad zo leuk, opa Aad? Wat maakt hij zo leuk? Dat hij heel veel altijd. Hij doet altijd wel vaak wat voor je. En hij is gewoon altijd wel heel lief en aardig.